Goedendag dames en heren, welkom bij het eerste bierjournaal van 2020. En in dit bierjournaal kijken we eerst even terug naar een test die we gedaan hebben november 2019. Toen we dit biertje Made in Belgium Snuffel hondenbier getest hebben. En vergeleken met een ander product speciaal bedoeld voor dieren. Hier rechts ziet u een glas met het Snuffel Dog Beer uitgeschonken en wel. Dan even de Nederlandse beschrijving van het product. Ja, alstublieft. Samengesteld voeder voor honden. Aanvullend diervoeder voor honden. Ruw eiwit. Maar liefst 0,80%. Ruw vet. Maar liefst 0,18%. Ruwe celstof, dus fijn gemalen bot of iets dergelijks. 0,18%. Nou, dat klinkt reuze smakelijk. Ruw as. As als in as. 0,05%. Vocht. De rest. Alcohol. 0. Gebruiksaanwijzing. 1 flesje per dag, meer niet. Schudden voor gebruik. Toedienen op kamertemperatuur. Na open is het nog maar beperkt houdbaar. Samenstelling. Vlees en dierlijke bijproducten. Kip 0,5%, rund 0,5%. Plantaardige eiwitextracten. Moutextracten 0,5%. Nou, met moutextract. Dan wordt het toch inderdaad wel echt een biertje. We kijken even terug naar de test van 2019. Maar ik wil toch eens even kijken, what's the fuzz all about? Dus ik schenk hem in. Bier voor dieren, voor honden, 0% alcohol. En ik heb even snel op het etiketje gekeken. Volgens mij moet je zeggen dat het hier om een soort vleessap gaat, extracten van vlees. En er zit dus een heel klein schuimkraagje op, zoals u ziet. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt. Nogmaals, ik behoor niet helemaal tot de doelgroep. Ik proef water en weinig andere dingen. Je merkt wel dat er ergens een klein smaakje op de achtergrond zit, maar nogmaals, ik behoor niet helemaal tot de doelgroep. Voor mij is dit gewoon een watertje met een kleurtje. Dus een oranje waar je maar heel weinig oranje bij hebt genoten. Oké, ik ben niet echt de doelgroep. Nu de test met één proefpersoon. Misschien moeten we een proefpersoon uitnodigen die wel tot de doelgroep behoort. Dan heb ik hier twee kommetjes. De ene ga ik dit product uitschenken. Melk speciaal voor dieren. Dus het kommetje het dichtst bij u. Dat is deze. Daar zit nu de melk in. Het hondenbier zonder alcohol gaat in het andere kommetje. Dan ga ik eventjes de proefpersoon uitnodigen. Als u even een momentje geduld hebt, dan ben ik zo terug. Nou, we nemen een nond. Ik zet hem nog even buiten beeld. Deze nond. En die gaat gelijk aan de slag. Ruikt even van beide producten. Kiest heel duidelijk voor de melk. Op deze wijze beïnvloeden we de test natuurlijk wel een beetje. We gaan eens kijken. Nee, het hondenbier laat deze hond totaal links liggen. Vind je dit niet lekker? Probeer het anders nog even. Hé, vriend. Nee, hondenbier echt geen goed idee. Ik
Het kommetje met melk is duidelijk een ander verhaal. Ja, dan neem ik zelf maar een slokje van dit hondenbier uit het kommetje. Is het waterig? Kijken of het voorbeeld geven dan nog iets doet. Kijk, dit is lekker. Hondenbier. Hé, hey, wat ben je voor hond? Nou, na het publiceren van de testresultaten werden we bedolven onder de reacties. Postzakken vol, briefkaarten, postduiven. Bleek toch dat de proefpersoon geen hond, maar een kat was. Daarom twee nieuwe proefpersonen uitgenodigd. En alvorens die aan de test deel te laten nemen, leek ons een goede strategie om ze volledig af te matten. Dus flink eind lopen. Nu ziet u dat. Trippel, trippel, trap met de kleine pootjes. En lopen maar. Dus volledig afmatten. Hier ziet u het resultaat. Deze honden kunnen bijna niet meer op de pootjes staan. Nou, ze moeten natuurlijk niet helemaal dorstig zijn als ze aan de test beginnen. Dus even wat water. Zodat ze echt een keuze maken, ja of nee, voor het hondenbier. Nou, hier ziet u het hondenbiertje, het Belgische hondenbiertje. En de hertest van 2020. En daar gaan we dan. En kijk, hier ziet u Ronja en die gaat helemaal tot het gaatje. Die wil de bodem van het bakje in zicht krijgen. En het liefst zo snel mogelijk. En daar komt Jasmine. Jasmine gaat meehelpen. Oh, dit ziet er heerlijk uit. Heerlijk gelebber. Ja, even pauze. En dan die tong er weer in. Ik kan hier uren naar kijken, dames en heren. Slobber de 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 slobber. Dat gaat erin als ketellapper. Dit bier wordt dus door echte honden wel degelijk gewaardeerd. En wat zien we nu? Kat Prue. Een poes. Die laat het zich ook smaken. Dus, toch niet alleen een bier voor honden. Daar hebben we Kater Dodo. Ruikt even. Ja, neus erin. Afgeleid. Nee. Dus, wat valt op? Drie dames weten het bier te waarderen. Twee heren wat minder.